Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Freds Verhuur voor fietsen, e-bikes en de Lopifit, kinderopvang De Hooiberg in Barsingerhorn, Bike Totaal Boersen op de Witte Paal in Schagen, Peters Klusservice gespecialiseerd in sanitair en badkamers, Mulder op Diek aan de Gedempte Gracht in Schagen, woninginrichting Aan Huis op de Witte Paal in Schagen, tandprothetische praktijk Slijkerman in Schagen en Bowling Schagen voor een verrassend avondje uit. 420 steppers hebben zich donderdagavond bij Café Pietpong ingeschreven voor de 50ste editie van de Autopetrace in Schagen. Creatief uitgedost, de bandjes weer flink opgepompt en nagenoeg ongetraind vertrok het peloton om 7 uur 's avonds voor een rondje van de kleine 14 kilometer door het Noord-Hollandse landschap. Onder de deelnemers veel steppers die al meer dan 20 jaar meedoen, zoals Hans Moorman. Door de werkzaamheden rond het Mercado-centrum was de start niet als gebruikelijk op de Gedempte Gracht, maar op het Rensgars. Daardoor was de route iets korter dan het voorgaande jaar, maar niet minder zwaar door de stevige wind. Join me for a ride, speed up the music. Join me for a ride, maximum overdrive. Join me for a ride, speed up the music. Join me for a ride, maximum overdrive. Overdrive. The heat is on, oh yeah, we gotta move on. Check the brakes and listen to the new song. We're gonna overdrive you to the maximum. Now I show you our trip just begun. Rough and tough with your hands on the steering wheel. The wheel is strong, the heart is steel. The maximum overload, king of the road. Feel the tension high up in your throat. Step on the brakes. Take it to the maximum. Take it down to the maximum. Bij de mannen kwam Lennart van Zanten als eerste over de finish. Op de voet gevolgd door Matthijs Gerrits. Ook Erik de Graaf, die al jaren van de partij is, zat bij de eerste team. Bij de vrouwen was Jamie Vlas niet te kloppen. Zij won voor de derde keer op rij. Speed it up the pace. Down into the maximum.